Goedemorgen. Een goeiemorgen. Alles goed met jou? Ja. Ja? Zit je goed? In een buggy? Ja. Dat is wel luxe eigenlijk, hè. Elke dag worden geduwd. En hij heeft vannacht de hele nacht bij ons in bed gelegen. Ja. Hij bleef maar wakker, omdat er dus toch nog wel wat vuurwerk was hier zo wat in de omgeving. En dan dachten we, dat gewoon bij ons in bed lekker wat knuffelen. Ja. En zo zijn we uiteindelijk alle drie te samen in slaap gevallen. Uiteindelijk wel, hè, ja. Maar dat is ook eigenlijk helemaal ook eigenlijk, ja, niet echt erg. Hè. Ik vind dat ook wel eigenlijk leuk. Er komt een tijd dat we zullen niet meer bij ons in bed willen liggen. Dus kijk, genieten we daar nu nog maar extra van. Het park heeft een buffetrestaurant. Daar kan je op verschillende tijden gaan eten. Ook dus een ontbijt nuttigen. En dat hebben wij nu geboekt. Dus wij gaan nu naar het buffetrestaurant. Ja. En we laten ons verrassen door wat er allemaal daar te rapen valt. Ja. Heel benieuwd. Dat gaat niet lukken, hè? Jawel. Ja? Dat hoor ik allemaal lekker. Ja. Het is al een uitgebreid buffet, hè? Amai, lekker, hè? Ja, hè? Ik heb in mijn bordje op niet gevallen, toch? Dat was een goede start van de dag. Amai, mijn buikje zit echt proppeste vol. Ja, maar dat was wel heel lekker. Ja, het was een heel uitgebreid buffet. Complimenten aan het personeel. Ja. Dus het was allemaal in orde. Hè? Die zullen vanmorgen ook wel heel erg vroeg al alle voorbereidingen al aan het doen geweest zijn. Ik denk het ook. Ja, ja. Daarnet waren ze nog aan het slapen, de vogels. Maar kijk, ze zijn alweer druk in de weer. Ja. Dit was al lang geleden, hè? Yes, live. Dat we nog eens op live gingen. YouTube. Op YouTube. Kijk, als je nu iets in de chat zegt, dan kom je op YouTube. Over een paar dagen in onze vlog. Dan komt het hier op ons scherm, als het goed is, hè, als dat allemaal werkt. Hè. Ja. Dus als je nu iets zegt, of een hartje geeft, of wat dan ook, komt het erop. Hallo. Hallo, zegt iemand. Mystic Studios. Hallo. Ja. Yes. Alright. Kijk, dat staat dan nu ook weer al op YouTube. Ja. Zo gaat dat, hè. Dat is wel eigenlijk wel grappig. Het is een beetje dubbel vandaag. Ja. Hier, een heel gelukkig nieuwjaar voor jullie. Ik ben het nieuwjaar al heel goed gestart. Ik ben gaan hardlopen vandaag, zegt dat is heel Kim. Goed, Kim. Goed begonnen, Kim. Ja. En nu zijn we ook nog eens op TikTok live. Hè? Zo, dat is ook wel eens fijn, hè? Nog eens met het nieuwe jaar. Dag TikTok! Hallo! Kijk, al die berichtjes binnenkomen van iedereen. Hallo, hey, gelukkig nieuwjaar, zegt nog iemand. Ah, ik vind jullie vlogs echt leuk. Happy nieuwjaar, jullie zijn toppers. Yay. Hey, dankjewel. Alright, kijk. Ze zijn actief in de chat van TikTok, hoor. Ja, dat is wel heel erg heel fijn leuk om te zien. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, zegt Naomi. Ja. Yay. Oh, veel berichtjes er binnenkomen. Ja, super. Heel erg leuk.
Nou, het is mij wel duidelijk dat op de TikTok live veel meer volk zit dan op YouTube live. Ja. Dat is wel duidelijk. Net waren we op YouTube ook even live en dat was veel minder kijkers dan op TikTok. Ja. Misschien moeten we op Instagram ook nog eens live gaan. Dan zien we waar het meeste gebrek is op zitten. Ja. Kijk, jij mag het tv op dat zijn. Maar nu, hier zit er een, waar zit dat gaatje? Hoe haal dat? Ah ja, met dat potje, van in dit potje zit. Ja? Een beetje laten zakken tot we... Maar er zit geen gat? Er zit geen gat. Nee? Nee? Misschien moet je dan eerst draaien. Zo. Ah. Ah, onderuit, hè. En hier zit het andere gat. En zo kan dat dan van dat gat naar dat gat. Oh my god. Dat ga je lang doen. Ja. Yes! Gelukt! De eerste cash van het jaar. Ja. Logge maar. Kijkie. Weer al een geocache gevonden, Jules. Kijk, amai, het is een vol boekje, hè? Ja, hè? Ah ja, hier is er een plaatje. Kijk, hè? We gaan stempelen. Heb je de hik? Ah, er is hier nog iemand geweest vandaag. 1-1-23. Ja. Ziezo, kijk, zo onze naam. Jolien en Jenno en Jules. Ja. Goed, hè? Dan gaan we dat terug verstoppen. Hier achter het flapje. Bij deze mooie boerderij. Het is ook echt op de boerderij, want hier is een veld. Moet je kijken. Kijk, zo mooi. Dat is leuk gedaan, hè? Heel mooie geelcash. Er hangen nog altijd ballonnetjes aan, hè? Weet je van waar het dat komt nog, Jules? De kerstmarkt heb je van de ballonnenmeneer gekregen, hè? In de grot. Weet je nog? Home sweet home. We zijn terug in de dome. Hé, de lichtjes zijn hier allemaal aan, hè? Gezellig, het zou weer serieus aan het donker worden hier eigenlijk. Ja. Maar dat maakt het hier wel extra gezellig, hè, vind ik. Zo, als het hier donker wordt, is toch een extra gezelligheid, hoor. Wat vond je van de wandeling? Leuk, maar wel zwaar. Amai, we hebben nogal gewandeld, zeg. We hebben ons best gedaan. Hoeveel stappen? Jij kan daar zo, je hebt zo'n stappenteller, hè? 13.000. Gisteren had ik er 14.300. Dus daar zullen we vandaag ook nog wel eigenlijk aan komen. Maar eigenlijk is dat zoveel niet. Maar volgens mij registreert hij dat niet altijd even goed als ik mij de hoog nog een keer de buggy aan het rijden ben. Ah ja, want ja, anders denkt hij dat je zo stapt. En als je hem gewoon houdt aan een stuur of aan een buggy, kan dat zijn dat hij misschien minder goed registreert. Het zou wel eens goed kunnen. Ja. Enfin, wat gaan we nog doen? Een hapje eten hier in de park. Een hapje eten. Ja, Jules heeft ook wel nog wel honger, denk ik. Dus dan komt dat nu allemaal goed uit, hè. Hij zei Pim, ik hoorde het toch. Daar is de vis. Hij was net hier. Hij zei nog, waar is dat dier? Er waren lekkere frietjes en nu lopen we hier nog een beetje rond. Kijk, hier een schattig. In de markettoom, hè. Je hebt wel eens gedanst, Jules. Ja. Er was een kinderdisco, Jules. Mama, die loopt hier trouwens rond met eigenlijk een buggy. Met daarin alleen maar allemaal jassen. De bestiaire, de rijdende bestiaire. En de wandelende Jules en papa. We gaan hier nog een beetje spelen. Dat is een poppetje van een meisje, Jules. Van een meisje. Daar. Hallo, Jules. Even het aan een meisje. Het is van een meisje, hè. Kom. Het is van een meisje. Een meisje terug. Ziezo. We gaan alweer terug naar de cottage. We gaan slapen. Hé, Juleke? Dat hij wel moe gestapt is. Amai. We hebben hier bijna heel de market toe met hem hier afgestapt. En hij wil maar niet in de buggy, hè? Hij wil alleen maar stappen. Ja. Ja, hij doet maar. Oké. Wij gaan terug naar de cottage en wij gaan lekker slapen. Morgen keren we alweer terug naar huis. Maar we hebben zo net ook nog iets beslist. We gaan ook nog eens naar Duitsland. Ah, ja. Naar een stadje waar we alle twee nog nooit eerder op zijn geweest.
Yes. En Jules al helemaal niet. Nee. Dus dat is voor, niet voor morgen, maar dat komt er ook wel weer de dag nadien alweer aan. Dus leuke vooruitzichten. Morgen dus de laatste Centerparks vlog, wat we precies gaan doen. Dat zal vooral opruimen zijn en zorgen dat we weer terug naar huis kunnen. Maar we gaan waarschijnlijk ook nog wel iets doen hier op het park. Dan zien we dan morgen wel weer wat het weer ook is. Vandaag was dat in ieder geval zeer goed, dus we hebben er wel genoten. Yes. En we zien morgen wel weer wat we doen. Doe duimpjes omhoog en vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Tot morgen.